sta hier bij meneer Plankaert. Meneer Plankaert, wat kom je doen hier in feite? Ja, wat kom ik doen? Het is hier de koers. Ik werk voor de Koning Quickstep-ploeg en ik ben hier met gasten, met VIP's. Ik beleid de VIP's op de wedstrijd, dus zoals vandaag hier ook. Je blijft in de wielrennersport. Heb je nog andere ambities? Ambities? Nee, wat ik mijn leven is goed vind voor het moment, vind ik. Ik heb coureur geweest en nu zit ik al een jaar of 15, 16 in de koers nog altijd, maar niet meer zo lastig, niet meer actief. Dus ik rijd met de wagen rond en ik bezorg de VIP's een aangename dag en dat is perfect, het perfecte leven voor mij. Bij Quickstep zijn er bepaalde figuren die vandaag kunnen uitblinken en ook in het wereldkampioenschap. Wat wordt er verwacht? Wat denk je zelf? Wat denk ik zelf? Ja, als je met deze ploeg aan de start staat, gaat altijd meedoen voor de overwinning. Hè. Je hebt hier een Asgreen, je hebt Alaphilippe, Remco. Ik verwacht wel dat er iemand zeer dicht gaat eindigen vandaag van onze ploeg. Maar ik weet niet wie. Misschien Asgreen. Wat denk je van het wereldkampioenschap voor de Belgen? Ja, dat is moeilijk. Ja, moeilijk. Voor de Belgen, ja, we hebben natuurlijk een topfavoriet met Van Aert. Ik weet niet of Remco zal meegaan. Als Remco een goede dag heeft, kan hij ook natuurlijk wereldkampioen worden. Maar ik weet, de selectie is nog niet gemaakt. Dus de Belgen hebben zeker kans. Maar ze gaan hem moeten aan één zeel trekken. Hè. Ja. Okay. Laatste vraagje. Buiten deze wielrennen sport, gaat Jo Plankaert nog rally rijden? Rally rijden? Nee. Hij weet dat, ik heb ooit een keer rally gereden, ja. Gunter, Mommes. Gunter Mommes en Danny Zeel in een rally sprint, inderdaad. En we waren net geklopt met een paar seconden, inderdaad. Hij weet dat. Ik weet dat, ja. Jij was er ook misschien. Ja. Heb meegedaan. Ja. Dat was achter ons. Ja. Iedereen was achter u. Ja, wat een goeie piloot, ongelooflijk. Het was, ik heb een Gunter gereden. Ja, Gunter, dat was echt dat was een Mitsubishi Evo 6 of zoiets. En dat was een waar. Die jongen moest nog voorzichtig zijn, want er zat geen verzekering op die wagen. Dus die mocht niet voluit gaan, maar toch, toch is een fantastisch piloot. Blijf maar bij deze wagen dan. Ja.